Even tijd voor de kleinkinderen. Dat had Henk Kamp zelden, maar vandaag wel. Nou ja, even dan, want hij moet ook nog spreken op het Politiek Café in zijn woonplaats Diepenheim. Meneer Kamp, hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ik even zwaaien naar mijn kleinkinderen, die zijn erbij. Je moet heel hard werken. Begin heel vroeg in de ochtend, hou laat in de avond op. Ga in de weekenden door, dus een beetje asociaal, niet erg gezond om dat te doen. En ik ben blij dat ik nu in de situatie kom dat ik daar een eind aan kan maken en een beetje normaal kan doen. Ja. En wat tijd voor de kleinkinderen ook, hè? Zeker, ja. Ik heb wel best veel tijd met mijn kleinkinderen door kunnen brengen, voor mijn gevoel. Maar ik heb nooit op kunnen passen. Dat deed mijn vrouw altijd, maar waarom doe ik dat niet? En nu ga ik het wel doen. Ja. Nu hoor je dat sommige ouderen daar juist veel stress van krijgen, van de zorg voor de kleinkinderen. Oh ja, nee, maar dat gaat niet gebeuren. Op dezezelfde plek, het Politieke Café in Diepenheim, kondigde Kamp zijn afscheid vorig jaar al aan. Maar hij moest nog wel een tijdje doorwerken. Het heeft langer geduurd dan ik zelf gedacht had. Het kwam ook een beetje omdat ik heb de vorige informatie gedaan, 5 jaar geleden. En toen duurde het 7 weken, deze keer duurde het 7 maanden. Ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren. Ja. Bent u er inmiddels ook een beetje klaar mee? Nee, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, het werken voor de publieke zaak. Ik ben begonnen als gemeenteraadslid en toen werd ik wethouder en statenlid, Tweede Kamerlid, minister. En het laatste heb ik 11,5 jaar gedaan, maar nog steeds met heel veel plezier. Dus ik heb energie genoeg om het nog eens een periode te gaan doen. Ja, ik heb even gerekend. Dat betekent dus echt bijna 40 jaar in het openbaar bestuur. Ja. Er zijn er niet heel veel die het zo lang volhouden. Nee. Dat moet toch een soort van liefde zijn, of niet? Jazeker. Ik voel me heel erg bevoorrecht dat ik dat heb mogen doen. Want je probeert altijd wat te maken van je leven. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt zorgen voor je gezin of voor je familie of de mensen in de buurt. En je kunt bedrijven opzetten. Je kunt veel geld verdienen. Maar wat ik daar gedaan heb, is werken voor de publieke zaak. En dat is heel erg mooi. Dat je dingen kunt doen waarvan je denkt dat het voor iedereen goed is. Dat de mensen er wat aan hebben. En dan kun je echt betekenis, inhoud geven aan je leven. En die kans heb ik gehad in de politiek en het openbaar bestuur. En daar ben ik dankbaar voor. Henk Kamp heeft nogal wat pittige dossiers onder handen gehad de afgelopen jaren als minister. Van de sluiting van vliegbasis Twente in 2003 tot verhoging van de AOW-leeftijd. En natuurlijk de problemen met de gaswinning in Groningen en het afvalwater in Twente. Kamp doet niet aan pappen en nat houden. De publieke zaak, het algemeen belang, daar gaat het om. Ook als je daarmee geen vrienden maakt. Natuurlijk niet, want als je in de politiek zit moet je keuzes maken. Je geeft het geld aan het ene uit, dan kun je het niet aan het andere uitgeven. Je moet kiezen tussen verschillende steden of verschillende regio's. En dan is de regio waar je voor kiest is blij en de anderen zijn niet blij. Dus ja, het is inherent aan het bestuurlijke werk, het maken van keuzes, dat soms mensen tevreden zijn en ook vaak mensen ontevreden zijn. Dat hoort erbij. Ja. Heeft dat u persoonlijk ook wel eens geraakt? Nee. De kritiek? Nee. Hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Het raakt mij niet. Het is zo dat als de kritiek is die terecht is, dan vind ik dat heel nuttig. En dan probeer ik het de volgende keer beter te doen. Maar het komt ook wel voor dat de kritiek is die gewoon onterecht is. En dan is het voor mij niet van betekenis. Die houding en het keiharde werken van Kamp dwingen respect af bij vriend en vijand. Bij de laatste verkiezingen kreeg Henk Kamp 100.000 voorkeurstemmen, waarvan een groot deel uit Overijssel. Natuurlijk woon ik in Twente, ik ben opgegroeid in Twente, ik ken de mensen in Twente. Dus dat neem je mee in je werk, maar je probeert toch het land als geheel te dienen. En niet alleen de regio waar je uit afkomstig bent. En ik heb het 40 jaar volgehouden, dus nee. Dan doe je toch iets goed? Ja, ik denk het wel. Ja. Kamp heeft nog een week of wat om zijn werkkamer op te ruimen en zijn Haagse flatje leeg te halen. Met pensioen gaat hij voorlopig nog niet, maar de Haagse tijd, die is echt voorbij. Het is nou mooi geweest. Ik ben 39 jaar lang volksvertegenwoordiger geweest. Ik heb 46 jaar gewerkt. Ik ben van plan om nog een jaartje of 5 door te werken, maar niet meer in de politiek. En ik wil graag niet meer vanuit Den Haag, maar vanuit Diepenheim gaan werken. Dus het wordt nou heel anders. Ik ga wel door om te werken voor de publieke zaak. Ik ben met een paar dingen bezig en dus kijken wat dat gaat worden. Maar ik wil weer voor de publieke zaak gaan werken. Maar dan een beetje normale uren en vanuit Diepenheim. Ja, dus wat is er nou mooi als je je leven in kunt vullen, dacht ik, dan voor het algemeen belang werken. Dus ik voel me echt bevoorrecht dat ik dat al die jaren heb mogen doen.